heb hem nu aan met mijn eigen trui. En dat is eigenlijk misschien net zo leuk. Met mijn zwak voor Balenciaga. Oké, jongens. Het is tijd om de winnaar of winnares bekend te maken van de giveaway. En dat ga ik nu doen samen met Niels. Dus be prepared! En mocht je nou niet gewonnen hebben, dan niet getreurd. Want er komt heel snel weer een nieuwe giveaway aan. Dus zeker abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Oké, jongens. De winnaar van de giveaway is... nummer 14. En dat is, even kijken... Paulette! Oh my god! Gefeliciteerd! Nogmaals gefeliciteerd. Je hebt gewonnen. Superleuk. Wat je nu even moet doen is je adresgegevens naar me toesturen via of Instagram of je kan me ook een e-mailtje sturen, die staat ook op mijn Insta. Dus wat je zelf wil. Superleuk, je hebt gewonnen. Gefeliciteerd. Kijk hoe cute ons kerstboompje is geworden. Ik wilde dit jaar super graag een echte. En het was echt een gedoe, maar we hebben hem en hij staat. En ik heb dus allemaal kerstballen gekocht van Vondels, Amsterdam. Want die hebben echt gewoon de leukste hangers, vind ik, voor in de kerstboom. Ik heb er 6 gekocht. Wacht, ik laat ze zien. Deze fish bijvoorbeeld. Vet cute. Ik vond hem echt gewoon mooi van lelijkheid. Ook echt hier die vinnetjes. Oh mijn god, met schoentjes eraan. En deze panter, omdat ik helemaal weg ben van Panterprins. En omdat hij ook gewoon te mooi was. En deze cute kerstman. Het kan nog geen kerstman voor in de boom. En deze, zo mooi. Love it. En dit is toch wel mijn personal favorite, denk ik. Die wilde ik ook het liefst hebben. Omdat die hier zo lekker fluffig is. Dus daar ben ik ook very happy mee. Deze, die is niet van Vondels, maar die vond ik wel echt super leuk. Dus die heb ik ook gekocht. En deze aardbei, gedipt in chocolate, zogenaamd. Lekker fancy. Dus dat is mijn boompie. En de man behind the tree. Heb jij de pillen? Ja. Ik ben nu als eerste in de Bijenkorf. En ik ga kijken of ik hier een top 5 kan samenstellen met leukste kledingartikelen voor dames. Ik ben dus als eerste naar Maas gelopen. Omdat ik wist dat Maas op de website allemaal super mooie nieuwe dingen had in de nieuwe collectie. Dus ik zag het ook gelijk al hangen, de nieuwe pre-collection voor de, eigenlijk 2018 al. Maar ik heb een paar dingen uitgekozen en ik ga het proberen om een soort van winterse touch er aan te geven. Dus dat je het eigenlijk nu ook al aan kan. Mijn oog was gevallen op dit broekrokje eigenlijk. En omdat hij natuurlijk vrij zomers is, heb ik er een oversized gebreide trui bij gekozen. Ik denk dat het super leuk is samen. En ik denk dat deze lichtblauwe trui er ook heel mooi bij kan zijn. Net zoals deze gele. Echt een hele mooie kleur geel. Ik heb hem nu aan met mijn eigen trui. En dat is eigenlijk misschien net zo leuk. Kijk. Hij is wel kort, maar omdat er een broekje onder zit, is het minder erg. Het is wel echt heel cute zo, dat oversized met dat korte. Wow, dit is echt een super mooie kleur geel. Als je me 2 jaar geleden gevraagd had, Jacques, ik heb een gele trui voor je. Doe hem even aan, had ik sowieso nee gezegd. Maar dit is echt super mooi. Ik vind de combi ook echt... Dit is wel wat zomerser, vind ik. Of wat meer voor het voorjaar, omdat het een hele zachte kleur is. In combinatie met deze zachte kleuren. Maar het voordeel van deze trui is dat je hem natuurlijk ook aan kan doen op een jeans of op iets... Wat weer heel winters is. Dus los van dit broekrokje is die trui echt prachtig. Dan de lichtblauwe. Vind ik ook een prachtige kleur. Maar hij valt een beetje weg bij dit broekrokje. Heb ik het idee. Of het broekrokje valt juist weg bij de trui. Dus als individu sowieso die trui. Maar hierbij, ja, ook mooi. Is ook mooi. Alleen dan zou ik er een wat opvallendere schoen erbij doen. Omdat het anders vrij clean wordt. Dus als set is die ook top. Maar dan wel met een soort van statement schoen of zo. Dus dat het niet te dof wordt, zeg maar. Dan vind ik het wel echt top. Dan de trui die ik er als eerste bij had uitgezocht. Vind ik eigenlijk het saaiste erbij. Gewoon wel leuk, maar te basic of zo. Ik vind het te saai, persoonlijk. Wel echt een hele mooie trui. Maar ik weet niet, misschien vind ik hem te groot of zo. Te
grof. Het kan, maar nee. Ik vind dit niet zo. Dus deze doe ik niet sowieso als favorite. Oh my god, deze top van Baum und Verdgarten. Die is echt super pretty. Deze is dus ook wel echt top, hè? Van Garnier is deze. Echt nice. Oh, maar zit dit dus ook nog onder? Kan je dat losmaken? Nee, dat zit wel vast. Oké, dat is even een dingetje. Maar dan moet je echt aanzien. Beige heb ik deze trui. Ik heb er geen broek bij, dus ik laat hem even zo zien. En die is ook best wel cute. En de gouden details, metaal garen doorheen, vind ik heel erg leuk. Met mijn zwak voor Balenciaga heb ik deze sweater ook nog even gepakt om te proberen. Ik hoopte eigenlijk dat ze een t-shirt hadden, maar die is uitverkocht. En die is natuurlijk ook nogal betaalbaarder dan deze. Maar goed, ik wil hem toch even proberen en kijken hoe die is. Dit is hem. Hij is wel heel erg boxing, maar dat had ik ook wel verwacht. En door die elastische band hieronder blijft hij dus ook wel zeg maar zo hoog zitten. Maar dat is ook wel weer goed, weet je. Anders is het net zo halverwege. En nu heb je dan toch een soort van kort model. Maar wel echt een beetje bomberachtig idee. Maar goed, hij is wel echt super gaaf. En dit is ook wel leuk dat het een keer wat anders is. Deze trui zou ik sowieso willen hebben. Alleen ik vind het jammer dat het t-shirt er niet is. Die had ik liever gehad. Ik heb toch het jasje van Garnier nog even aangedaan. Hij is echt super leuk, ondanks dit. Ik dacht dat dit misschien niet leuk zou zijn, maar het is juist wel even wat anders of zo. Dus het heeft, ik weet niet, dit kraagje vind ik ook super leuk. Ja, deze vind ik ook echt nice. Gewoon open of dicht, dat maakt niet eens uit. Hij is gewoon super leuk en dit breekt even. En ik kan hem hier ook nog dicht doen. Dus dan is dat wat subtieler hier. Oké, guys, dit waren mijn favorites van de Bijenkorf. Ik hoop binnenkort ook nog een favorites te doen van de Zara en de H&M. Er was nu helaas niet aan toegekomen omdat ik niet helemaal fit was dit weekend. Dus die houden jullie nog van mij te goed binnenkort. Nog even de top 5 op een rijtje. De gele trui van Maje. De lichtblauwe trui van Maje. Supermooi, allebei heel erg zacht ook. Het kriebelt niet. Het broekrokje van Maje, ook echt heel mooi. Dus ook in combinatie met die twee truien. Dan... Als 4 de trui van Balenciaga. Ondanks dat ik liever een t-shirt had gehad, vond ik die trui wel heel erg gaaf. En zeker de kleuren die ze hebben gebruikt voor het logo vond ik ook heel leuk. Echt een keer wat anders in plaats van wit of zwart. Gewoon weer een beetje colorful. En als laatst but not least, het jasje van Garnier. Sowieso. Omdat ik van Panther hou. En omdat hij heel erg leuk was met dat vestje eigenlijk eronder. Echt een keer wat anders. Hij was een soort van sporty chic. Dus je kan er alle kanten mee op. En dat vind ik er heel leuk aan. Ja, dat waren mijn favorieten van de Bijenkorf. En als je nou echt baalt van die winactie dat je hem niet hebt gewonnen. Nogmaals, ik ga binnenkort weer een giveaway doen met iets leuks. En dan maak je weer kans, gewoon opnieuw. Dus zeker geabonneerd blijven en mijn kanaal in de gaten houden alsjeblieft. Volgende week een vlog over Parijs, want dan ga ik samen met Niels naar Parijs. Gaan we even gezellig, gaan shooten voor mijn Instagram. We gaan lekker eten, shoppen, gewoon allemaal leuke, relaxte dingen doen. Dus hou mijn Instagram ook in de gaten als je foto's of inspiratie wilt. Of denk, ik wil ook naar Parijs, dan zie je misschien wat leuke dingen voorbij komen. Oké, thanks guys! Adieu!